Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant, professor dokter ingenieur Maarten Steinboeg over robots die echt het verschil gaan maken. Verder het boegbeeld van de werkzoekende 50-plussers, oud-profvoetballer John de Wolf. Compagnon Twan van der Ven staat me weer bij in het Brabant van de toekomst. Dit is Booming Brabant. Dat je weer kijkt naar Booming Brabant met vandaag. Binnenkort wordt ook jij geopereerd met behulp van een robot. En die kan heel wat fouten voorkomen. 50 is het nieuwe 30. En toch is dit de leeftijdscategorie waarvan veel mensen langdurig thuis zitten. Niet alleen met je hoofd in de virtual reality, maar met je hele lijf. De gamewereld Next Generation. En met een hardloop-appje alleen kom je er niet. Tegenwoordig ren je met schoenzolen die je techniek verbeteren. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn, heren. We beginnen met het nieuws van deze week. Meteen nieuws waar jij het volgens mij warm van krijgt, ja. Maarten. Zelfrijdende auto, die wordt standaard. Eigen auto moet eraan geloven. Ja, volgens een internationaal rapport is in 2030 de helft van alle auto's elektrisch en zelfrijdend. Tussen 2020 en 2030 neemt de vraag naar auto's met 70% af. En omdat die elektrische auto's minder onderhoud nodig hebben dan de klassieke auto's, dan betekent dat de garages en de dealers hun langste tijd eigenlijk wel gehad hebben. Ja, Maarten, er is nu een go dat volgend jaar in Eindhoven van de start-up waar jij ook mee aan de voet staat, Amber Mobility, daar gaan een aantal zelfrijdende auto's daadwerkelijk in Eindhoven rijden. Ja. Is dat een grote doorbraak? Nou, wel dat we dat in Eindhoven gaan doen. Ik denk dat dat soort technologie zich wel heel snel ontwikkelt. Mm-hmm. En je ziet dat alle automotive fabrikanten ermee bezig zijn. Dit rapport gaat wel heel ver. Ik denk toch dat de automotive markt, het is een vervangingsmarkt. Dat betekent eigenlijk dat in Nederland hebben we bijvoorbeeld 8 miljoen auto's. Mm-hmm. En we kopen er met z'n allen maar 400.000. Dus gemiddeld gezien duurt eigenlijk 20 jaar voordat je alle auto's hebt vervangen. Okay. Dus of de stellingname in dit rapport ook zo voor Nederland geldt, dat weet ik niet. Maar dat soort technologie komt eraan, zelfrijdend en elektrisch. Ja, want het is in die zin wel de eerste keer dat we horen dat er echt een jaartal aangegeven wordt. Hè? 2030 zou het dan moeten geloven. Geloof je erin dat we dan zover zijn of gaat het nog wel 10 jaar langer duren? Nee, wat ik wel geloof is dat vanaf 2020, dus dat is al over 3 jaar, dat je echt wel auto's kan kopen die heel veel gedeeltes van de kilometers die je aflegt echt helemaal zelfrijdend zijn. Okay. En dat is dus al over 3 jaar. Ik denk dat dat heel snel komt. En er komen meerdere modellen. Het is niet één merk die dan komt. Er komen echt meerdere modellen. Dat gaat echt snel. Ja, we hebben hier twee autolovers eigenlijk aan tafel zitten. Twan, even bij jou eerst. Ja, ik moet er nog niet echt aan denken. Nee? Maar, ga je hem inruilen, denk je? Nou, zoals ik al zeg, ik moet er nog niet aan denken. Maar het is een proces. Ik denk, wat Maarten al zegt, dat het onvermijdelijk gaat worden in de toekomst. Maar ik vind binnen 13 jaar al die benzineslurpers ingeruild voor elektrische auto's. Lijkt me best een serieuze uitdaging. Maar het is een mindset, dus misschien ook ik zal er aan moeten geloven. Ja, gaan we daar wel aan. Wat denk jij, John? Over 13 jaar zit ik even te rekenen. Ben ik bijna 70. Maakt het jou dan nog uit in welke auto je rijdt? Misschien is het dan wel lekker. Lekker fijn dat ik dat een klein kan eten. Ja. Ja. In plaats van met mijn handen alleen maar zo hoeven te doen. Nee, maar ik kan het me nu nog niet voorstellen. Maar jaren geleden kon ik ook de mobiel niet voorstellen. Dus ja, we zullen gewoon mee moeten in de tijd die gaat komen. Ja, mee met de flow. En wie weet zal de volgende generatie niet eens maar een rijbewijs hoeven halen. Je weet het nooit. Start-up dan. Ja, in een gamewereld stappen. Niet met een fictief poppetje die je aanstuurt, maar echt jijzelf. Met een VR-bril, met een pak en handschoenen. En dan geen potje tegen de spelcomputer. Nee, met andere echte mensen gamen van over de hele wereld. En dat is free. Heel spacey, een beetje. Ja, Harry Potter-achtige spelomgeving, alleen dan meer digitaal, meer futuristisch. Ik ben helemaal in een andere wereld terechtgekomen, terwijl ik gewoon in het Evenaar sta. Free is een platform en wij brengen verschillende hardware-componenten bij elkaar. Dan moet je denken aan een virtual reality bril, een motion capture suit en virtual reality gloves. En wat we eigenlijk doen is wij bouwen daar een sociaal laagje omheen, zodat mensen mee kunnen kijken met de ervaring, met meerdere mensen in een VR-ervaring kunnen zitten, van aan de andere kant van de wereld kunnen kijken en ook invloed kunnen uitoefenen op die ervaring. En dat was tot nu toe was dat niet mogelijk. Al die spullen zijn er wel, maar het miste om het bij elkaar te brengen.
eigenlijk een totale nieuwe vorm van sport gewoon. Het fysieke erbij betrekken, maar toch een e-sport van maken. Dat vind ik echt super geweldig om eens een keer dat te mogen doen eigenlijk. Wij kunnen digitale realiteiten creëren die jouw lichaam als echt ervaart. Je voelt dingen. Je voelt het in je buik als je over een rand staat te kijken. Je voelt het als de lift omhoog gaat. Als er een frisbee tegen je aankomt, probeer je weg te ontwijken. En dat is heel erg mooi omdat het met een computer gedaan wordt. Die interactie met je partner als het ware super geweldig is. Dat je op een gegeven moment elkaar even aankijkt. Je ziet hem natuurlijk als een robot. En dat elkaar aankijken en zo high fives proberen te geven, maar ja, dat voel je niet stuk. Dat maakt dit spel ook zo leuk. Je staat niet te spelen tegen een algoritme, je staat te spelen tegen een echt mens. En echte mensen doen hele vreemde dingen. Nou, dat maakt dit juist leuk. Virtual reality wordt nu in de markt gezet op een manier dat het betaalbaar is. Alleen je merkt dat daar een aantal beperkingen aan zitten en mensen zijn gewoon echt op zoek naar meer. En wat wij eigenlijk nu willen doen is dat meer faciliteren. Jij wil graag grotere ruimtes. Je wil naar dingen uit kunnen reiken. Je wil dingen ruiken en voelen. En ja, daar zijn we allemaal mee bezig om dat mogelijk te maken. We staan pas heel erg aan het begin van die ontwikkeling. En zoals altijd heb je het eerste wat er gebeurd is met spel en creativiteit. Maar ja, dit is waar wij echt met z'n allen gebruik van gaan maken. Als je het kan verzinnen, kunnen we het creëren en we kunnen je erin zetten. Ja, die mogelijkheden zijn gewoon echt eindeloos. En daar word ik gewoon heel enthousiast van. Ja, wie weet wat hier allemaal nog mee staat te gebeuren. Mooi. Andere wereld die ook nog heel ver weg lijkt, maar steeds dichterbij komt. Ja, Nederland is de Silicon Valley van robotica. Wereldwijd komen ze hier kijken waarom wij zo goed zijn. En ja, bedenken is natuurlijk hartstikke leuk, maar inzetten nog veel beter. We hadden het net al even over de zelfrijdende auto, maar ook op medisch gebied staan de ontwikkelingen niet stil. En een belangrijke speel in dit geheel is Maarten Steinboeg. Hij is hoogleraar systeemtechniek en systeem- en regeltechniek aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Maarten, ik heb hier de kop al, Nederland robotland nummer 1. Ja. Jij hebt op verzoek van een aantal chirurgen eigenlijk mede ontwikkeld aan een aantal medische robot. Laten we er maar meteen eens ingaan, dan kunnen we zien hoe ver die wereld al is. De eerste, de Precise. Wat is dat voor robot? Dat is eigenlijk een robot die het mogelijk maakt dat chirurgen hele nauwkeurige operaties doen aan je netvlies. Dus op de achterkant van je oog. Dus helemaal binnen in je oog. En dat doen ze nu ook met de hand. Maar ze trillen altijd een klein beetje. En de nauwkeurigheid die ze met hun hand kunnen doen is toch beperkt. En wat wij doen, we geven ze eigenlijk een soort van superhand zou je kunnen zeggen. Dus ze bewegen een joystick. Dat zie je dadelijk op de beelden. Ze pakken die joystick vast en ze bewegen dan. En dan gaat de robot die je dus in je oog prikt. Die kan dus de trilling van de chirurg wegfilteren. Maar hij kan bovendien een schaling doen. Dus hij kan kleinere bewegingen maken en dus ook veel nauwkeuriger. Ja, er zijn al succesvolle operaties geweest in Engeland. Ja, er zijn op dit moment 9 patiënten geholpen met succes met onze robot in Engeland. Bizar dit, hè? Ja. Hoe staat het in Nederland ervoor? Nou ja, wij zijn eigenlijk het land waar we dit soort dingen goed kunnen ontwikkelen, omdat wij een geweldige maakindustrie hebben en dus heel erg veel kennis en ervaring en ook onderzoek doen hoe je nou dit soort apparaten gewoon zo precies maakt dat het echt veel beter wordt dan een... Maar het is nog niet op een Nederlander getest. Eerst maar even in het buitenland. Nou ja, dus Oxford University was de eerste die onze oogchirurgierobot heeft gekocht. Een tweede ontwikkeling is de vaatchirurgierobot. Ja, die hebben we ook. Dat is de MicroShore, toch? Ja, de MicroShore. Mag ik even iets vragen? Ja, zeker. Is degene die de robot bedient ook... was er vroeger ook de arts? Ja, of de arts. Dezelfde persoon. Dus wij denken, soms denken mensen wel eens met robotica voor artsen. Operator, dat de arts dan ergens ver weg zit, dan de beste neemt van de wereld. Maar in mijn gesprekken met artsen willen artsen eigenlijk dicht bij de patiënt blijven. Okay. Dus wat wij doen, wij geven ze eigenlijk instrumenten die zo slim zijn dat ze hun werk gewoon beter maken. Maar de chirurg wil altijd nog dat contact met die maar patiënt. Maar onder regie hebben. Van de chirurg? Ja, absoluut. Okay. Zijn er Nederlandse chirurgen die ook dit werk al doen? Wij werken, al onze producten komen eigenlijk voort uit samenwerkingen met Nederlandse chirurgen. En wij richten ons op robotica die eigenlijk heel precies is. Zoals in je oog en zoals met die vaten. Ja, die zullen we erbij pakken, de MicroShore. Ja. Want dan hebben we het eigenlijk over vaatjes die zo dun zijn als spaghetti sierten. Ja. Nou ja, krijg die maar weer eens aan elkaar. Maar wanneer gebeurt het bijvoorbeeld als je een stuk van je vinger of je hand verliest? Ja, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld je vinger kwijt bent. Of bij vrouwen met een borstreconstructie nadat ze een borstamputatie hebben gehad. Dan haal je weefsel uit de buik. En dat is levend weefsel natuurlijk en dat wil je dan daaronder maken. En dan moet je dus 2 bloedvaten aan elkaar maken. Mm-hmm. En die vaten zijn typisch 2 millimeter diameter. En dan moet je dus
zes hechtingen rondom doen. En een zogenaamde microchirurg, dat is zijn werk, die kijkt dus nu door een microscoop. Die kijkt op dat operatiegebied. En die opereert dan heel voorzichtig. En die mag natuurlijk geen fouten maken. Want als dat gaat lekken, is het natuurlijk een ramp. Als die operatie klaar is en het gaat daarna lekken. Eind mei wordt dit voor het eerst op mensen getest. Ja, dat zou ook wel juni of juli kunnen zijn. Hè. We zijn nu aan het kijken. We doen dit samen met Maastricht Universiteit. Die gaan het voor het eerst op mensen. Rond deze zomer verwacht ik dat ze dan gaan testen op ongelooflijk. Mensen. Ongelooflijk. Ja. Nou, we doen er nog eentje. De RoboSculpt. Ja. Voor botchirurgie. Ja, dat is de derde. Dat is eigenlijk wel interessant. Hè. Wij ontwikkelen die robot eigenlijk voor gehoorimplantaties. Maar ook als je kanker hebt in je hoofd. En nu is het zo dat een arts, die moet dan met een, zeg maar, een soort freesje, moet hij eigenlijk bot wegfrezen totdat hij bij dat gebied is waar die kanker zit. Maar je kan je wel voorstellen, er lopen allemaal overal in je hoofd allemaal zenuwen rond. En als je dus eventjes uit zou schieten, of je weet niet precies waar je bezig bent om weg te frezen, dan kan je wel eens een half gezicht, dan kan je gezicht verlammen. Wat nou het mooie is, is dat je tegenwoordig steeds meer beelden kan maken, CT-beelden, röntgenbeelden. En wij kunnen die beelden nou aan onze robot geven. En we kunnen die robot eigenlijk automatisch in dat bot laten frezen. Zonder dat hij ook maar één zenuw raakt. Omdat we die beelden combineren met die robot. En dit is dus de eerste toepassing die misschien wel zonder die chirurg echt te laten werken. Die chirurg kijkt alleen maar of het goed gaat. Maar de robot doet echt het werk daar. Die is van tevoren al geprogrammeerd dus. Ja. Ja. Okay. Ja. Maar nou zijn dit problemen die chirurgen over de hele wereld hebben. Bijvoorbeeld de precisie, de trillingen. Dat zijn menselijke dingen. Ja. Hoe kan het dan toch dat al die problemen die worden eigenlijk hier in Brabant opgelost? Ja. Ja. Dus waarom hier? Wij hebben een cultuur in deze regio met name waarbij we ontzettend goed zijn in de maakindustrie. Mm-hmm. Dus ASML is natuurlijk het bekende voorbeeld. Die heeft 85% van de wereldmarkt voor die machines die zij bouwen. Ja. Eigenlijk wat ik doe is onze research en kennis en kunde van onze regio ben ik nu aan het toepassen in dat nieuwe domein van die medische robotica. En dat kunnen wij heel erg goed. Dus samen met onze partners in de regio kunnen we ze ook heel goed maken. Mm-hmm. En we zijn dus aan het praten met verschillende partijen in het binnen- en buitenland om deze systemen ook straks te gaan verkopen. Ja, nou jij bent ook heel erg actief in de Brainport Nationale Actieagenda. Ja, ja. Je bent ook in Den Haag geweest om daar te overhandigen. Wat is nou jouw drijfveer achter dit? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we iets prachtigs in handen hebben in onze regio. En gelukkig is dat verbeterd dat we dat vertellen. Maar ik vind nog steeds dat we ons verhaal beter moeten vertellen. We hebben iets prachtigs in handen met onze maakindustrie. En dat begint nu langzaam door te dringen, ook in de politieke Den Haag. Ja. Maar we kunnen nog veel meer daaruit halen. En ja, mijn bijdrage aan de Brainport Actieagenda is geweest dat ik heb gezegd, als je mij vraagt wat er moet gebeuren, dan moet Brainport twee keer zo groot worden. Twee keer zoveel bedrijven, twee keer zoveel studenten, twee keer zoveel inwoners, twee keer zoveel impact op de nationale economie. En in welk tijdsbestek zie je dat voor je? In 10 jaar moet dat kunnen. In 10 jaar en dan hebben we weer een datum, maar daar houden we van. Zo is dat. Hè? Dankjewel. Ja. Hardlopen is hip en dat doen we dan het liefst met allerlei technische hulpmiddelen. Appjes die je route bijhouden, het ideale muziekje afspelen en uitrekenen hoeveel calorieën je hebt verbrand. We lezen maar wat graag hoe goed we gepresteerd hebben. Maar bij Ethogear werken ze aan iets wat de recreatieve loper nog niet kent. Schoenzolen met sensoren die je techniek verbeteren. Run started. Je hebt als hardloper allerlei gadgets, allerlei activiteitentrackers die meten hoe hard jij gaat, waar je loopt, maar bijvoorbeeld ook je hartslag. Maar hier bij Autogear in Eindhoven willen ze een stapje verder gaan. Hier hebben ze namelijk zooltjes gemaakt met allerlei sensoren in en die meten jouw exacte hardlooptechniek. Bij Autogear hebben ze er jaren aan gewerkt en dat begon met onderzoek. Dat startte in 2007 bij TNO. Bewegingswetenschap. Hoe zit het menselijk lichaam precies in elkaar? En die kennis is in deze app gestopt. What we can see is a clear difference between the left and right foot. Yeah. On the right foot you see quite a lot of motion. Yeah. You're landing more on the outside of the foot. And you can see that from the orange line here. Yeah, dots. Yeah, the dots. That's called your gait line. That shows the movement of the foot as it's rolling off the ground. But what's important to notice is that on the right foot you land a bit further back on the foot. On the left foot, you're much further forward. It's a bit of an imbalance between the left and the right feet. En dit zijn dan die sensoren die meten dat ik tijdens het lopen niet geheel stabiel op mijn voeten sta.
De Zool heeft 8 sensoren, maar dat waren er ooit 100. De belangrijke drukpunten die zitten toch op bepaalde plekken in je voet. Mm-hmm. Dus om het product goedkoper te maken en aantrekkelijk voor consumenten, hebben we ervoor gekozen om minder sensoren te implementeren. Naast de drukdata die we hebben als je voet op de grond staat, heb ik nog een hele fase waarbij je voet in de lucht is. Precies. Dus we hebben allerlei gyroscopen en versnellingsmeters hierin zitten. Oh, cool. Om ook dus de luchtfase te kunnen meten. Yeah. I'm not a professional, so I got this data, but what do I know? Yeah, so for you what's more interesting is to look at these kind of graphs. Mm-hmm. We've given target zones, and those you can see when you're running around, you see the different target zones. The green zones are where you should be aiming to land your foot. Mm-hmm. In this case, it looks like you're inside your target zone because this bar is green. But the app gives some advice also That's right. They are based on our coaching algorithms. We can understand what your current baseline is, mm-hmm. and what target zones we can recommend for you to avoid particular injury risks. Your strike index is way too low. Try to land more towards your midfoot. If you look towards the end of your run, you actually have a moment where you have almost everything in the green. Yes. Of course, right? So now you've that settled. That was my moment. Now that's right. That's when you've settled in, you've warmed up, you've got your rhythm. Whereas there are points where nothing's in the green as well. So, but on average, you did pretty good. So, so thanks, don't worry I guess. About it. Yeah. Yeah. Ja, we hebben het er hier al even over. John, je bent natuurlijk ex-topsporter. Wat vind jij hiervan, van zulke soort ontwikkelingen? Ja, je ziet hier de uitspraak om blessures te voorkomen. Maar als je al jaren gewend bent om een bepaalde techniek te lopen en je moet het gaan aanpassen, ja, volgens mij ga je dan blessures krijgen. Maar ja, ik zou het fantastisch vinden bij kinderen om hun techniek, looptechnieken te zodat ze al meegroeien los te laten. Juist. Ja, ja, maar niet bij mensen die al jarenlang gewend zijn om in een bepaalde houding te lopen. Okay. En geen klachten hebben. Want daar gaat het wel. Dus niet bij de 50-plusser eigenlijk misschien. Nou, want daar gaan we het inderdaad nu over hebben. Ja, we zijn niet oud, hè? We zijn niet oud. Laten we eens beginnen bij de vooroordelen. Ze zijn oud, ze zeggen we niet hier. Te duur. Ze zijn vaak ziek, zwak en misselijk. En weinig flexibel bovendien. Tenminste, dat is wat veel werkgevers over 50-plussers zeggen of denken. Sinds vorig jaar is John de Wolf het gezicht van de 50-plusser die op zoek is naar een baan. En jij moet de werkgever ze van overtuigen dat 50-plussers nog heel waardevol kunnen zijn. Hoe doe jij dat? Hoe ik dat doe? Ja. Nou ja, ik ben een jaar geleden ben ik begonnen en je noemt het goed, hè? De vooroordelen die er waren. Want die zijn de wereld al uit? Nee, maar die zal je ook nooit allemaal de wereld uit krijgen. Want elke leeftijdsgrens heeft zijn vooroordelen. Hè? We leven ook in een land dat graag vooroordelen doet. Maar ik merk wel in een jaar tijd dat de vooroordelen zijn toch wel omgeslagen naar de voordelen over die 50-plussers. Hè. Die 50-plussers die waren toen, een jaar geleden, die hoorden er bijna niet meer bij. En na een jaar lang, puur maar om dat naar buiten te brengen, onder de aandacht te brengen en in de positiviteit te brengen, is daar wel een kentering in gekomen. Maar wat zeg jij dan? Jij loopt een bedrijf binnen. Ik ga natuurlijk niet zo op zoek naar een bedrijf, maar ik bedoel, kijk, werkgevers, directeuren vaak die zeggen, die dat benoemen, ja, die zijn zelf 50 plus. Nou, zijn die dan moe? Zijn die dan uitgerangeerd? Dan zeg ik, ja, hey, kijk eens wie er voor je staat. Ik ben ook zelf ook 50 plus. Ja. Ik ben helemaal niet uitgerangeerd. Ik ben helemaal niet ziek, zwak, misselijk. Ik ben helemaal niet inflexibel. En tuurlijk, hebben we allemaal wel iets, maar dat legt niet alleen maar aan die 50-plussers. Nee, maar wat zeggen ze dan? Oké, kom dan maar massaal binnen. Want er moet toch iets zijn waar ze tegenaan lopen. Massaal, dat is ook weer een beetje overdreven. Want ik ga niet bij elke werkgever roepen dat je alleen maar met 50-plussers in dienst moet. Hè. Nee. Ik kijk naar een voetbalelftal waar je een ervaren rotte in je as hebt. En daaromheen getalenteerde mensen hebt. En die kunnen van elkaar leren. Hè. Ja. Ik ben zelf ook 50-plus. Ik ben trainer van GVVV, tweede divisie. Het zijn allemaal jonge honden. Ja. Die houden mijn brein ook jong. Ja. Ja, want zo werkt het wel. En ik kan het ook weer overbrengen aan hun. Maar de rust. Er is een groot verschil tussen Japan en Europa. In Japan, hoe ouder je wordt, hoe wijzer. Ja, dan wordt dat op handen gedragen. Dat is niet alleen in Japan hoor. Volgens mij is het overal zo. Ja, maar in Japan wordt dat echt gewaardeerd. Ja. En die mensen worden juist in het bedrijf gehouden. Ja. In feite. Die kentering gaan we nu zien. Ja. Dat, en
we hebben vooral in het begin het onder de aandacht brengen. Ja. Veel publiciteit vergaren. Hè, daar ben ik ook in dienst genomen, hè, door ambassadeur uit uithangbord. En dat constant maar te roepen. Hè. Ja. En op het moment dat je veel iets onder de aandacht brengt, wordt het ook een bewustwording. Absoluut. Maar het is wel feit dat slechts 3% van de 50-plussers bij werkloosheid nog een nieuwe baan vindt. 70% zit langdurig thuis van die doelgroep, dus langer dan een jaar. En 1 op de 25 nieuwe vacatures die wordt maar ingevuld door een 50-plusser. Jij hebt ze ook in dienst, Twan. Ja, ja, ik heb ze zeker in dienst. En ik denk ook, ik kijk zelf niet naar leeftijd. Het gaat vooral om de energie van de persoon. En dat hij een bepaalde leeftijd heeft, dat is een gegeven. Ja. Geholpen door de economie zullen wij zeker met z'n allen aan de 50-plussers moeten. Het is nou, want in 2020 om... is de helft van alle, ja, alle, nou, ja, alle precies, volwassenen is 50 plus. Dus over 2,5 jaar. Hè? Dus komen we dan nog wel omheen. Want jij bent natuurlijk het boegbeeld van. Jij straalt uit van, nou, ik ben een vitale 50-plusser. Iedereen kan gewoon... Niet alleen ik, hoor. Nee, heel ik veel ook. 50 ik plus. Ook, hè. Nee, maar dat is het. Die stempel ja, van... Maar ook robotica. Ik bedoel, zonder jou, Maarten, was dat nooit in die zin zo ver gekomen. En mijn groep, ik doe dit samen met mijn groep. Maar ik ben ook 50 plus. Ja, dat klopt. Ja. Maar wat is dit dan? Ik bedoel, het is een verandering van de geschiedenis. Hè. Vroeger, mijn vader ging met zijn 54 in de fut. Ja, ik ben over 7 jaar... 54. Ja, maar is die wet en regelgeving dan zo lastig? Waarom het werkgevers tegenhoudt? Misschien missen we nog een stukje kennis als werkgever, maar ik ben daar niet mee bezig als ik iemand aanneem of het qua voordelen of wetgeving wel past in mijn bedrijf. Het gaat mij veel meer om de persoon. Maar wat hoor jij dan als weerwoord? Dat is het mooie, want dit horen we steeds vaker. Ja, maar wat hoor jij als weerwoord? Want jij komt een bedrijf binnen waar misschien mensen niet werken. Maar weet je wat het rare misschien ook een beetje is? Ik hoor niet zoveel mensen die er tegenin gaan. Nee. En dat is misschien, kan je dat ook wel eens afvragen, ja, durven ze dan niet helemaal open? Maar ik ga er toch vanuit dat werkgevers open en eerlijk zijn naar mij. Ja. En eigenlijk zeggen ze, fuck, ja, hey, eigenlijk heb ik daar eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht. Ik heb mijn bedrijf gewoon zo op laten groeien. Ja. En dat is een soort automatisme geworden. Ja. En nu merk je dat steeds meer mensen, op het moment dat er personeel vervangen moet worden, dat ze ook naar die 50-plus gaan kijken. En dat, dat is een mooie ontwikkeling. Minister Asscher die heeft jouw contract verlengd tot eind dit jaar. Het is net voetbal, zou je mooi, zeggen. Hè? Ja. Ja, eigenlijk uitzonderlijk. Maar dat betekent ook dat we, ik zeg ook we, met elkaar op de goede weg zijn. En deze Facebookpagina, Zonnewolf op onderzoek, waren mensen heel sceptisch in het begin. Maar we zijn maar blijven posten. We zijn maar met positieve filmpjes. Hè. Wat je ziet, zo is het ook. Geen scripts, gewoon real life erin. En op een gegeven moment zie je dat die mensen ook omgaan in de positiviteit. En ik ben ervan overtuigd, op het moment dat je met z'n allen positieve blijft daarover praten en laat zien, dat iedereen daar ook positief over gaat worden. Dat is hetzelfde als je het omgedraait. En als wij hier aan tafel allemaal met negatievelingen zitten, ja, dan ga ik denk ik ook met een negatief gevoel van tafel af, dadelijk. Ja. Maar dat zit ik niet. Ik zit met drie positieve mensen aan tafel. Wou ik zeggen, en het was gezellig. Dank jullie wel, heren. We zijn er doorheen. Ja, dit was Booming Brabant voor deze week. Volgende week een special over vrouwen in de techwereld. En geloof me, die doen absoluut niet onder voor de mannen. Wil je nog iets kwijt? Mail ons dan boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Voor nu, bedankt voor het kijken. Dankjewel. Dankjewel.